Achter deze enorme wand zijn de kunstenaars druk bezig met het in elkaar zetten van grote lichtobjecten. Over ruim een maand zullen hier tientallen sprookjesfiguren en een enorme draak het park verlichten. Het festival werd al eerder in Nederland gehouden, maar dan in een kleinere versie. In China is het zogenaamde Lantaarnfestival een eeuwenoude traditie. Daar is het de afsluiting van het lentefeest, ofwel het Chinese nieuwjaar. In China we always celebrate the Spring Festival every year. And in the end of the Spring Festival we will go out with our families to enjoy the China Light Show. Normally starts from February and it lasts 15 days. Maybe there will be snow here. Yes, I think so, but I think the view will be more beautiful. Met een temperatuur van 11 graden boven nul zijn het voor de Chinezen hier behoorlijk koude werkdagen. Maar klagen doen ze niet. Ze zouden het zelfs erg naar hun zin hebben. I think they quite enjoy the life here, the working here. You can see some people working and they are singing, so you can feel they love it. You know, this is an art. Even they just creating an art. They are not only just working, so it's different. Yeah. So they enjoy that. China Light Rotterdam duurt van 7 december tot en met 14 februari. Bezoekers kunnen wandelen tussen de verlichte objecten. Er is een lasershow en er zijn Chinese voorstellingen te zien.